Het is belangrijk als je naar oplossingen zoekt om eerst te kijken naar de oorzaken. Want als je de oorzaken niet kent, dan kan je op het verkeerde spoor gezet worden naar het zoeken van oplossingen. Dus wat ik u wil presenteren is wat wij te repareren hebben. De presentatie kent de volgende outline. De volgende slide, alstublieft. De achtergrond, de huidige situatie, de monetaire maatregelen, de fiscale maatregelen, de economische doelen en wederopbouw en uiteraard het sociaal vangnet. Voorzitter, als u naar de volgende slide kijkt, dan zult u constateren dat vanaf het jaar 2012 overheidsfinanciën een tekort vertonen. En dit tekort is steeds gefinancierd geworden met leningen. U ziet daar de bedragen onder de grafieken staan. En als je verstandig zou besturen, dan zou je al in 2013, 2014 op de rem getrapt hebben. Dat is kennelijk niet gebeurd. De reden daartoe laat ik in het midden, of het te maken heeft met bewust niet op de rem trappen of onkunde. Maar als u kijkt naar de cijfers, en dan beperk ik me slechts tot de jaren 2017, 18 en 19, dan ziet u dat overheidsfinanciën gefinancierd is geworden met meer dan 10 miljard aan leningen. Alleen in het jaar 2019 5,6 miljard. De conclusie is dus dat structureel overheidsfinanciën, overheidsuitgaven hoger zijn geweest dan inkomsten. En de wijze waarop dit gefinancierd heeft, de staatsschuld heeft doen exploderen. En hier kan COVID niet als excuus voor gebruikt worden. Absoluut niet. De financiering met leningen is zelfs zo ver gegaan dat men uit de kassareserve heeft gefinancierd. Daar is genoeg over gezegd, maar een kwalijke zaak, zeer kwalijke zaak. En wij zitten nu met het probleem dat we dit moeten oplossen. Ik wil u voorhouden, als ik het heb over hoe de wijze waarop overheidstekorten zijn gefinancierd, u heeft mij horen zeggen met leningen, dat wil ik staven met de volgende slide. De wijze waarop overheidsschuld is gegroeid vanaf het jaar 2012 naar 2019, 2020. En we hebben, voorzitter, 2020 in maanden uitgegooid. En u ziet dat overheidsschulden exponentieel, en dat is te zacht uitgedrukt, ik kan geen ander woord voor vinden, exponentieel is gegroeid. Maar in dat staatje daarnaast, want als het was gegroeid om investeringen te plegen en de economie op gang te brengen en daaruit te verdienen, dan was er niks aan de hand, want dan had je ook kunnen aflossen. Maar voorzitter, u ziet in dat staatje daarnaast dat operationele lasten gefinancierd zijn geworden met schulden tot een bedrag van 16,6 miljard. En u ziet ook de instellingen genoemd die dit gefinancierd hebben. Voorzitter, overheidsschulden zijn vanaf 2012 tot juli 2020 met 538% gestegen, dus meer dan vervijfvoudigd. En
In relatie tot onze GDP is de overheidsschuld 104%, terwijl het eigenlijk de norm 60% is. Wanneer wij de koers aanpassen straks, dan zal de debt to GDP een hoger cijfer laten zien. Voorzitter, de wet op de staatsschuld is in deze periode maar liefst 6 keren aangepast. Alleen maar om de financiering van operationele lasten te kunnen faciliteren. Dit zijn feiten. Dit zijn zaken die niet ontkend kunnen worden. Cijfers liegen niet, voorzitter. De volgende slide. Het nalatenschap van de vorige regering bij een koers van 7,52 zorgt ervoor dat het begrotingstekort 18% is. En dit percentage is niet gemanipuleerd door het meenemen van leningen in de verwoording van trekkingen, maar dit is zuiver overheidsuitgaven minus overheidslasten. 18%, en als wij dat doorrekenen, dan kom je op een percentage van 20%. De norm is 5%. Voorzitter, dit zeg ik omdat dit ons voor de toekomst voor grote problemen laat staan. Dit los je niet makkelijk op. Daarom zei ik eerder, er had veel eerder op de rem getrapt moeten worden. De rente en aflossingen over 2021, die belopen ongeveer 5,13 miljard. En die zijn min of meer even hoog als de inkomsten van de overheid. Dus als je alleen maar aan je aflossingsverplichtingen moet voldoen, dan heb je geen rode cent om salarissen et cetera te betalen. Dat is de conclusie die je moet trekken. Dus dit noopt tot stringente maatregelen. Voor 2020 zijn de renteaflossingen begroot op 2,6 miljard. En daar moet u nog bij tellen een achterstand in rente en aflossingen van rond de 1 miljard. Zoals mijn collega's eerder aangegeven hebben en met name collega OW. Bedragen, schulden die niet afgelost zijn, dat moet u erbij tellen. Dat beloopt ongeveer 1 miljard. Voorzitter, dan loop ik het gevaar dat ik u hier cijfers presenteer die ook niet helemaal correct zijn. En waarom zeg ik dat? Omdat sommige schulden niet geregistreerd zijn bij het Bureau voor Staatsschuld. Ik ben deze week nog geconfronteerd geworden met een schuld waarvan na verificatie gebleken is dat het niet geregistreerd is bij het Bureau voor Staatsschuld. Dus daarom zeg ik, deze cijfers zijn nog optimistisch. Want als je de schulden die niet geregistreerd zijn erbij telt, dan vallen alle haren van mijn hoofd op. Dat kleine beetje wat ik nog heb. Ik heb eerder aangegeven, voorzitter, dat bij deze stand van zaken en een koers van 7,52 de debt to GDP ongeveer 104% is. En hypothetisch, als u een koers van 14 gebruikt, dan loopt dat op naar 137%. Zeer ongezond. Maar we gaan ermee moeten dealen. De monetaire reserve, thans, is 3 weken import. De minimale reserve moet zijn 3 maanden. En met 3 maanden ben je op randje kantje.
Dus ik weet niet hoe ik dit moet typeren. Minder, minder, minder dan randje, kantje. Het planbureau heeft een krimp van de economie voor 2020 voorspeld van 7,6%. Concluderend, voorzitter, dat alleen fiscale maatregelen het probleem niet oplost. En we hebben maatregelen ontworpen die we gaan inzetten, maar ik zal u laten zien dat het probleem niet opgelost zal worden als we niet andere instrumenten inzetten. Hoe lossen we het schuldenvraagstuk op als inkomsten verpand zijn geworden en we geen vreemde valuta binnenkrijgen om aan onze aflossingsverplichtingen te voldoen? Dit is voor het eerst in mijn leven, voorzitter, en dit zeg ik oprecht, dat ik me diep schaam dat ik mijn schulden niet kan betalen. Ik voel me daar verantwoordelijk voor en we gaan er alles aan doen om het imago van dit land hoog te houden door aan onze verplichtingen te voldoen. Dat gaan we doen door te praten met onze schuldeisers. Dat gaan we doen door onze economie weer op te stuwen, zodat we kunnen verdienen. Zodat we in staat zijn om weer het imago op te bouwen van een betrouwbaar land waar we onze verplichtingen nakomen. Daar sta ik hiervoor, voorzitter. Ik wil u een staartje voorhouden van de schuld per juli 2020. Volgende slide, alsjeblieft. Vergeleken bij een koers van 7,52 en een koers van 14. U ziet dat bij een valuta wij een schuld hebben van, en dan verdeeld in binnenlands en buitenlands, want ook bij binnenlandse financiële instellingen is een vreemde valuta geleend. En we hebben het omgerekend in US dollar. Is de totale schuld 2,3 miljard. In SRD omgerekend tegen 7,52 is dat iets meer dan 28,6 miljard. Als je het omrekent tegen een koers van 14, dan is dat 43,4 miljard. Volgende slide. U ziet hier een staartje van de aflossingsverplichtingen, rente- en aflossingsverplichtingen, verdeeld in binnenlandse aflossingsverplichtingen en buitenlandse aflossingsverplichtingen. En u ziet hoe zich dat ontwikkelt. Dit is een grote burden op de schouders van de regering. Dit vergt enorm veel creativiteit, maar vooral ondersteuning van uw parlement, geachte voorzitter, om opgelost te krijgen. De volgende slide. We laten u zien een cashflow projectie tot eind 2021. En u ziet, voorzitter, de cashflow projectie bij een koers van 7,52 en voor de vergelijking bij een koers van 14, dat de verschillen minimaal zijn. De impact van een koersaanpassing is dus op de cashflow projecties minimaal, omdat de inkomsten door die koersaanpassing ook omhoog zullen gaan. Maar u ziet, voorzitter,
dat de koersaanpassing het probleem niet oplost. U ziet dat alle balken naar beneden wijzen. En in geen enkele maand er sprake is van een overschot waar je het tekort van de volgende maand mee zou kunnen dekken. Nog geheel, nog gedeeltelijk. Ik hoop dat u dit plaatje tot u laat doordringen. Dit is de stand van zaken van overheidsfinanciële huishouding, voorzitter. Alle balken wijzen naar beneden toe, geen één wijst naar boven. Geen één. En dit moet opgelost worden. Voorzitter, ik heb eerder een aantal keren gezegd, wanneer we rekenen met een koersaanpassing. De volgende slide. Het moet duidelijk zijn dat de koers van 752 niet meer te handhaven is. Ik denk dat daar geen discussie over gevoerd hoeft te worden wat mij betreft. Maar een koersaanpassing, zoals ik eerder zei, alleen zal het probleem niet verhelpen. Een koersaanpassing zal een verbetering op de lopende rekening van de betalingsbalans betekenen. Maar zoals ik eerder aangaf in dat plaatje daarvoor, heeft u kunnen zien dat ook een koersaanpassing het tekort niet opheft. We zullen dus, naast de steun die ik bij het parlement zoek voor de maatregelen, ook elders steun moeten zoeken, onder andere bij het IMF. Wij moeten, als er sprake is van een beetje stabiliteit, dan moeten we na minimaal 3 maanden importdekking wat betreft onze internationale reserves. Wat gaan we doen om dit op te lossen? De president heeft aangegeven dat ik vanmorgen aan hem overhandigd heb het pakket aan maatregelen die wij wensen in te voeren na draagvlak van u, van de SER, van de staatsraad en ook krijgt de VES de gelegenheid om hun feedback te geven. Maar wij wensen en wij moeten, het is geen wens, voorzitter, wij moeten sommige zaken nu en het liefst gisteren uitgevoerd hebben. Wij zullen ertoe over moeten gaan om een aantal zaken direct te implementeren. Want anders gaan we verzuipen. We zijn al lang aan het water trappelen en we verliezen energie. We moeten dus nu overgaan tot het implementeren van zaken om het water trappelen nog even vol te kunnen houden terwijl we andere structurele maatregelen verder gaan implementeren. En die wil ik u voorhouden, voorzitter. De fiscale maatregelen. Volgende slide. We gaan het overheidsapparaat moeten hervormen. We gaan moeten bezuinigen. We kunnen dat doen. We hebben dat te lang voor ons uitgesteld. We kunnen het niet alleen doen, we moeten het doen. En de instructie is gegeven aan mijn collega's dat ze minimaal 10% moeten bezuinigen nu. En de president heeft eerder het percentage van 15% genoemd. Dat geldt voor de begroting 2021 en verder. Nu moet er bezuinigd worden. En die mogelijkheden zijn er. We gaan subsidies moeten afbouwen, voorzitter. We gaan de subsidie van EBS moeten afbouwen. Mijn collega van NH heeft u voorgehouden wat wij subsidiëren op jaarbasis. Maar we gaan niet zomaar afbouwen. We gaan afbouwen, maar we gaan rekening houden met een minder draagkrachtigen.
Wij gaan een sociaal vangnet gaan we invoeren. Dus de afbouw van de subsidie van EBS, daar gaan we nog in detail op terugkomen, maar ik verzeker u dat de mensen in de onderste laag, die gaan ontzien worden. We gaan over van objectsubsidie naar subjectsubsidie. En in de eerste analyses hebben we gezegd, om de onderste laag te subsidiëren heb je 25% nodig van wat je nu subsidieert. Dus je kan 75% afbouwen. En als u een beetje kunt rekenen, dan is 75% van 1 miljard is 750 miljoen. Gaat u naar hoeveel dat helpt. Maar het is niet voldoende, voorzitter. Er is veel gezegd over de solidariteitsheffing. En bijna durfde ik het hier niet te noemen op het gevaar af dat flessen en zo naar mij gegooid zouden worden. Als ik de discussies uit het verleden heb kunnen volgen. Maar ik durf het aan. Om de volgende redenen, voorzitter. De solidariteitsheffing zal geheven worden op inkomens boven 150.000 SRD per jaar. Dat betekent dat een maandinkomen van 12.500 geen solidariteitsheffing zal betalen. En president, ik zal dus ook geen solidariteitsheffing betalen, denk ik. Maar het is een serieuze zaak, voorzitter. En er mag een grapje met uw toestemming tussendoor. Ja, met name de politici moeten betalen. Ja, en ik heb begrepen. En ik ben geen politicus. De meeste hebben zich al uitgesproken. Gecommitteerd. Ja, hier aan mee te werken. Dank u wel, ja. Voorzitter. Maar laat me het even goed uitleggen, voorzitter, voordat er misverstand ontstaat. Dus als u een inkomen heeft van 20.000 per maand, dan betaalt u tot het bedrag van 12.500 de normale belastingen. En over de 7.500 betaalt u die solidariteitsheffing. Dus dit is echt de brede schouders die gaan solidariteit moeten tonen. En dit is een maatregel die wij voor 1 jaar gaan uitvoeren. Dit is in de periode waarin we bezig zijn de crisis te beheersen. Houdt u dat vast, voorzitter, dames en heren. We hebben kunnen constateren, voorzitter, dat er ongebreideld vrijstellingen worden gegeven bij importen. Bijna niet te controleren. Het is een zaak geworden wat we bijna niet meer in de hand kunnen houden. We gaan dat aanpakken. Er dient heroriëntatie plaats te vinden op de fiscale korting, op kapitaalinvesteringen en vrijstellingen van halffabrikaten. En met name, en ik durf het te stellen, met name bij de import van halffabrikaten gebeuren er rare dingen. Ik had bijna een ander woord willen gebruiken, maar ik wil netjes blijven. Gebeuren er hele rare dingen. Dat gaan we aanpakken. We gaan de omzetbelasting bij import gaan we met uw toestemming aanpassen van 10% naar 12%. We gaan de royalties voor de kleinschalige goudsector aanpassen van 2,75% naar minimaal 5% en misschien wordt het zelfs 7,5%. We zijn nog in overleg met het ministerie van Handel en Industrie, van de NH, om te kijken of het nou 5 of 6 of 7,5 wordt. Maar het zal minimaal 5 worden. We zullen de grondhuur
tarieven verhogen per 1 januari 2021. En de grondconversie gaan we proberen direct te implementeren. Overigens, voorzitter, terugkomend op de solidariteitsheffing. Dat gaan wij invoeren vanaf 1 januari 2021. Maar een van de belangrijke dingen wat we moeten doen, voorzitter, en ik heb het eerder aangestipt, is praten met onze schuldeisers. We gaan dus proberen de schulden te herschikken. Zodanig dat we verplichtingen kunnen herschikken op een zodanige wijze dat wij in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen. De gesprekken zijn al opgestart. En die leiden nu al tot resultaten, omdat de schuldeisers beseffen in wat voor situatie we verkeren. Maar ze zijn pas opgestart en we gaan door. We gaan door totdat we met iedereen gesproken hebben. Maar sommige schuldeisers die zeggen, broeder, betaal eerst de achterstand, dan gaan we praten. Dus ook dat is een uitdaging. Voorzitter, wanneer we deze maatregelen treffen, dan moet je ook kijken naar het sociaal vangnet. Ik heb u aangegeven en ik heb gewerkt met een koers van 14 en ik heb gezegd met nadruk hypothetisch, omdat de koers niet door mij bepaald wordt. Het is de centrale bank, de governor van de centrale bank, die de autoriteit is en autoriteit heeft om de koers te sturen. Wij hebben overleg gevoerd. Ik heb gezegd eerder dat de koers van 7,52 niet vast te houden is. Daarmee heb ik impliciet gezegd dat die koers een aanpassing behoeft en die aanpassing zal binnenkort komen. Maar nogmaals, dat is het prerogatief van de governor van de centrale bank. Na overleg met de minister van Financiën. De aanpassing van de koers zal enige impact hebben, ja. Daar moeten we niet onder stoel of banken steken. Maar de impact, zeker op de basis en essentiële goederen, dat is uitgerekend. Dat valt heel erg mee. Ik laat dat deel over aan mijn collega van Economische Zaken om u daar meer over te vertellen. We hebben dus, en we gaan de mensen beschermen, we hebben gekeken naar het pakket van essentiële en basisgoederen en we gaan dat monitoren. Mijn collega van Economische Zaken komt daar straks op terug. Maar hoe gaan we de mensen ondersteunen? Voorzitter, dames en heren, wij zijn voornemens om de AOV van 525 SRD per 1 november aan te passen naar 750 SRD. Dit staat los van de COVID-maatregelen. Wat ik u presenteer, voorzitter, staat los van de ondersteuning die vanuit het COVID-fonds komt. Want die ondersteuning zal een keer aflopen. We gaan de kinderbijslag aanpassen van 50 SRD naar 75 SRD per maand, ook ingaande 1 november 2020. We gaan de financiële bijstand van 375 SRD per maand aanpassen naar 500 SRD per maand, ook ingaande 1 november.
We gaan continueren, voorzitter. De heffingskorting, die was 125. En nu, vanwege COVID, gebracht is naar 750. Die gaan we continueren tot het moment waarop de belasting toegevoegde waarde, de BTW, wordt ingevoerd. Omdat bij de invoering van de BTW we andere maatregelen gaan treffen om verlichting te brengen. En die andere maatregelen, daartoe behoort het aanpassen van de schijven. Dus de heffingskorting loopt door, die 750, tot het moment dat wij de BTW gaan implementeren. Maar voorzitter, we gaan daarnaast ook nog op andere wijze ondersteunen. En er staat daar voedselpakketten, maar ik wil het als volgt verwoorden. Voedselpakketten als het niet anders kan. We gaan de mensen ondersteunen in geldelijke sfeer, zodat zij de vrijheid hebben om te kiezen wat ze willen eten. En ik wil dat niet voor ze bepalen. Maar als het niet anders kan, want op sommige plaatsen kan het niet anders, dan zetten we voedselpakketten in. Dus we gaan op verschillende wijze ondersteunen, voorzitter. En we gaan het doen op een transparante wijze. Daar staat deze jonge man voor. Ik voel me jong. En je bent net zo jong als je je voelt, toch? Voorzitter, transparante wijze. Dit gaat naar de mensen naar wie het moet gaan op de eerste plaats. En dit gaat op een verantwoorde, transparante wijze uitgevoerd worden. We gaan daarnaast, we hebben het gehad over het verschuiven van de subsidie van objectsubsidie naar subjectsubsidie. We hebben u voorgehouden de afbouw van de subsidie van EBS, waarbij ik nog een keer herhaal, voorzitter, met nadruk, dat wij de lage inkomensklassen, de mensen die het moeilijk hebben, niet in de steek zullen laten. Die mensen zullen gesubsidieerd worden. Maar we gaan ook kijken naar drinkwater, kookgas, openbaar vervoer en de zwakke huishoudens heeft u al gezien in de maatregelen die ik genoemd heb. Wat gaat dit ons opleveren en wat gaat dit ons kosten? Ik wil me nu voornamelijk focussen op wat gaat het ons... Nee, laat me het anders verwoorden, voorzitter. Wat geven we terug aan de gemeenschap? Wat geven we terug aan de gemeenschap? Want sommige maatregelen, die moeten geld opbrengen. En als het per saldo geen geld opbrengt, dan hoef je ze niet in te voeren. Maar wat geven we terug aan de mensen waarvan ik zo net gezegd heb, die we niet in de steek moeten laten? Het sociaal vangnet, volgende slide. In de zin van algemene kinderbijslag gaan we extra teruggeven 28,8 miljoen. Dat is op jaarbasis 86,4 miljoen. AOV, voorzitter, geven we terug door de aanpassing 162 miljoen. Dat is op jaarbasis 539 miljoen. De mensen met een beperking, et cetera, zwakke huishoudens. De verhoging heb ik u voorgehouden, u kunt het lezen. Ook uit dit tabel geven we terug 21,5 miljoen. Dat is op jaarbasis 86,1 miljoen.
Dus deze bedragen gaan terug naar de specifieke doelgroepen. De mensen die wij moeten ondersteunen, voorzitter. Maar wat bereiken we met wat ik u verteld heb? Ik denk dat dat belangrijk is om te zien. Want ik kan u veel vertellen. En ik weet niet of u mij gelooft of niet. Maar laat mij u laten zien wat het effect is van wat ik u verteld heb. Volgende slide. U ziet de cashflow projecties zoals ik u eerder heb laten zien. Met name voor mij aan de linkerzijde. Ik denk voor u ook. Ja toch? Of rechts. Hoe de overheidsuitgaven zich ontwikkelen en overheidsinkomsten. En de balken die naar beneden wijzen, die geven het tekort aan. Aan de andere kant, waar staat inclusief fiscale maatregelen en herschikking van schulden, ziet u, wanneer we deze maatregelen uitgevoerd hebben, ingezet hebben, hoe het zich ontwikkelt. Dat er nog steeds balken zijn die naar beneden wijzen. En ik zou een gelukkig mens zijn als dat niet het geval was. Maar dat is niet zo. Ik zal niet zeggen dat ik een ongelukkig mens ben, maar ik zie het nog steeds als een uitdaging om deze balken naar boven toe te krijgen. Maar ik wil hiermee aangeven, voorzitter, dat het probleem nog niet opgelost is, ondanks de inzet van deze maatregelen. Het probleem is enigszins opgelost, misschien in grote mate, maar nog niet helemaal. En dat er nog steeds uitdagingen zijn. Want er zijn nog steeds balken die misschien minder ver naar beneden toe reiken, maar er zijn nog steeds balken die naar beneden wijzen. We gaan dus ook andere instrumenten moeten inzetten, voorzitter, om dit op te lossen. Dus de aanpassing van de koers lost het een beetje op. De inzet van de maatregelen die ik u verteld heb, was het een beetje op. De ondersteuning naar de mensen die dat nodig hebben, is hierin verwerkt. Maar het probleem is nog niet opgelost, voorzitter. Ik wil u voorhouden de cashflow projecties. Die eerste gele balk, ik hoop dat u het kunt zien. En dit is echt cijfermatig uitgewerkt. Laat zien waar we staan. In principe wat we overgenomen hebben. En dan geprojecteerd tot eind 2021. En voorzitter, deze cijfers vallen niet te ontkennen. Op geen enkele wijze. Omdat dit cijfers zijn die komen uit het verleden. Dus als men dat poogt te ontkennen, dan pleegt men in mijn vakgebied plagiaat. U kunt zien daaronder ingeplot, het is misschien een beetje klein, voor mij ook. Want ofschoon ik mijn jonge man voel, laten me mijn ogen me een beetje in de steek. Maar u kunt zien wat de maatregelen die wij gaan uitvoeren gaan opbrengen. Dat is daaronder. U kunt zien verder daaronder wat wij teruggeven aan de gemeenschap die dat nodig heeft. En u kunt zien dat we nog steeds met tekorten. Dit is cijfermatig, eerder heb ik het in een grafiek laten zien. Dat we nog steeds met tekorten te maken hebben. Voorzitter, maar het tekort loopt terug door deze maatregelen van 16% naar 5%. Dus we hebben aardige vooruitgang kunnen boeken met deze maatregelen.
Ik wil u, is u allemaal bekend, maar ik wil u voorhouden waar we naartoe moeten. Uiteindelijk, voorzitter. Volgende slide. De begroting. Het begrotingstekort moet teruggebracht worden naar 3-5% van de BBP. Daar zijn we nog lang niet. Maar ons streven is om dit gradueel hiernaar terug te gaan. De schuldquote moet terug naar 60%. Daar zijn we nog lang niet. Met die koersaanpassing gaan we naar 137%. Maar we gaan er gradueel door goed beleid gaan we dit terugbrengen. We willen duurzaam evenwicht op de lopende rekening. We willen monetaire reserve van minimaal 3 maanden. Maar laten we gaan naar wat het was in 2010. En volgens mij was dat tegen de 10 maanden. We willen naar stabiele prijzen. Single digit inflatie. Bij voorkeur onder 5%. We gaan de koers managen, voorzitter. We gaan een economie creëren waar er sprake is van stabiliteit, waar ondernemerschap gestimuleerd wordt, waar ondernemers kunnen plannen, waar ondernemers groei kunnen realiseren, waar er sprake is van werkgelegenheid, waar er sprake is van een situatie waar de burger van Suriname zich weer trots kan voelen en zichzelf hun self-dignity weer kunnen terugwinnen. De groei van de economie moet minimaal 3% zijn. Ook wanneer we buiten de goud- en olie-industrie terechtkomen. Dus wat ik hiermee wens te zeggen, voorzitter, is dat wij met de goud- en olie-inkomsten ook verstandig moeten omgaan. Want als dat die inkomsten er niet meer zullen zijn, dan zullen we onze economie zodanig ingericht moeten hebben dat wij dan nog een groei van 3% minimaal moeten kunnen bewerkstelligen. En daarvoor is het spaar- en stabilisatiefonds enorm belangrijk voor. En nogmaals, we gaan de kwetsbare groepen blijven opvangen, maar op een gegeven moment moeten we naar een situatie toe dat er geen sprake meer is van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat is mijn streven, voorzitter. De conclusie is dus, volgende slide, dat we er niet aan onderuit komen om de koers aan te passen, de fiscale maatregelen te treffen. En die zijn in het document die aan de president is overhandigd, tot in detail beschreven en zijn veel meer dan wat ik u voorgehouden heb. We gaan de schulden moeten herschikken om onze liquiditeitstekorten op te heffen, maar om ook uiteindelijk te gaan naar groei van onze economie. We gaan een instrument moeten inzetten, voorzitter. En dat is een Surinam bond. Wij zijn bezig. Er is een document op straat. Dat is een gedachtenwisseling, voorzitter. Wij zijn bezig om dit verder met de financiële sector te bediscussiëren, te ontwikkelen. En wanneer wij eenmaal, en natuurlijk binnen regeringskringen, wanneer wij eenmaal consensus hebben daarover, dan komen wij u terug om de ins en outs hiervan aan u voor te houden. En laat me daar nog even duidelijkheid over brengen, voorzitter. Want ik heb het ook gelezen. En commentaren die geven je inzichten en verrijken je inzichten. Ik heb gelezen
dat men denkt dat dit uitgegeven wordt om slechts deze operationele tekorten op te vangen. Ja, het is ten dele waar. Ten dele, voorzitter. Maar ik wil stellen dat wij doorgaan met onze maatregelen om het tekort op te heffen. En als we in staat zijn om dat tekort op te heffen, dan hebben we niet deze middelen nodig om die operationele tekorten te financieren. Maar dit is een macro-economisch instrument, voorzitter, wat wij inzetten. En dat macro-economisch instrument heeft te maken met stabiliteit brengen in de economie, onder andere afromen van te veel liquiditeiten in de economie, een goed beleggingsproduct te creëren voor de gemeenschap, of het nou is de particulier of beleggers in het bedrijfsleven of institutionele beleggers, maar misschien ook de diaspora. Goed alternatief beleggingsinstrument te creëren, een stukje zekerheid te creëren. Voorzitter, u moet dit instrument beschouwen ook om in staat te zijn om onze schulden te kunnen aflossen. En ik hoop dat u mij ook daarin ondersteunt om dit instrument tot een succes te maken, omdat het niet een instrument is, ik benadruk, waar eng naar gekeken wordt, maar het is een macro-economisch instrument wat je inzet. Voorzitter, dames en heren. Ik hoop niet dat ik veel langer dan de president gesproken heb, maar ik ben gekomen aan het eind van mijn presentatie, voorzitter. Ik hoop u wat meer inzicht, dames en heren, voorzitter, gegeven te hebben in wat wij moeten oplossen, wat wij inzetten op korte termijn om op te lossen en wat het naartoe gaat leiden.